Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom bij de zaterdagmiddagmuziek met weer alweer het derde concert in onze orgelzomer. Mijn naam is Mieke Breij, ik ben secretaris van de zaterdagmiddagmuziek. En omdat Jan Hagen nu bij het Orgelfestival in Haarlem druk is, mag ik u hier welkom heten. Natuurlijk ook een welkom aan onze gastorganiste van vanmiddag, Francesca Ayossa. Zij komt oorspronkelijk uit Sardinië, maar is een zeer breed georiënteerde jonge dame die haar opleiding heeft genoten bij Ben van Oosten en ook in Duitsland, België en Engeland allerlei studies gedaan heeft. Ze heeft allerlei concoursen gewonnen en is intussen hoofdorganist van de kerk in het Woud. Dus zij woont ook in Nederland. Ze is niet helemaal uit Italië hier naartoe gekomen. Voordat ik haar zo meteen het woord geef om iets over de muziek te vertellen, wil ik u toch nog even op attenderen dat u hier zonder een toegangsprijs te betalen bent binnengekomen. Dat willen wij erg graag zo houden, maar hopen dan wel dat u een gulle gave na afloop wilt doen. Want als zaterdagmiddagmuziek moeten wij heel veel moeite doen om de serie in stand te kunnen houden. U kunt ons steunen op verschillende manieren. Er staan twee mensen bij de uitgang met een schaal voor uw contante gave. Er is ook een pinzuil, dus als u geen contant geld heeft, dan kunt u ook digitaal ons steunen. En u kunt ook donateur worden. En dat geeft ook weer allerlei speciale voorrechten. Daar kunt u ook iets van in het programma lezen. Ik geef nu het woord aan Francesca, die haar programma zelf even zal toelichten. En wens u en ons en haar natuurlijk een fantastisch concert vanmiddag. Goedemiddag, welkom vandaag in deze mooie kerk. Ik ben heel blij om hier te zijn. Het is de eerste keer en ik dacht, ik wil het orgel goed exploreren. En daarom heb ik een gevarieerde programma gekozen. Ik ga met Reger beginnen, de introductie in Pasacaglia in D groot. Jullie zullen het direct horen dat het een Regerstuk is. Heel chromatisch, het begint heel hard met grote akkoorden. Maar daarna vind ik dat het ook heel duidelijk door Bach geïnspireerd is. Er is een hele grote contrast tussen romantische, chromatische, vol met tensie muziek en dan het Bach-contrapunt. En mooie essentiële lijnen, dat vind ik heel mooi. Hij is natuurlijk gebaseerd op één thema en die zullen jullie altijd horen op het pedaal. En daarboven ontwikkelt Reger de variaties in grote crescendo. Daarna ga ik door naar Mendelssohn. Het is eigenlijk een pianostuk, heel bekend denk ik, de Variation Serieus. In een transcriptie van Reise Smits, dus een Nederlandse organist, die heeft het voor orgel een transcriptie gemaakt. Hier ook begint het met het thema. En dan zijn er 16 variaties op hetzelfde thema. En die vind ik heel mooi, want ze gaan van zacht naar heel hard en verschillende stijlen, verschillende klanken. Dus ik heb heel erg genoten van mijn studietijd hier om al de mogelijkheden van het orgel te leren kennen. En daarna komt het grote Fantasia in Fuga van Liszt over Ad Nos, Ad Salutarem Undam. Het is een hele grote stuk. Hij was eigenlijk geïnspireerd door een opera van Meyerbeek. De eerste act van de opera en de koraalmelodie die jullie zullen horen komt ook van het opera. En het is heel romantisch stijl, dus jullie zullen heel veel orkestrale geïnspireerde passages horen.
pianistische passage natuurlijk, want Liszt was oorspronkelijk een pianist. Dus ik denk, het is heel veel werk voor mij en voor mijn registranten, maar wij genieten daar ook heel erg van. Ik hoop jullie ook en fijn concert!